En het parlement heeft gisteren bij de aanvang van de begrotingsbehandeling van 2017 aandacht gevraagd voor topsporters die bijzondere prestaties in binnen- en buitenland hebben geleverd. De oproep had te maken met de atleet Miguel van Assen, die afgelopen zondag in Paraguay Zuid-Amerikaans hingstapsprongkampioen werd. Assen vestigde daarmee ook een nieuw Surinaams record. Het was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons die als eerste begon met de felicitaties, gevolgd door NDP-parlementariër André Misikaba. Ik wil Suriname feliciteren. En dit is dus een nagekomen mededeling. Laten we dat direct opzetten. Omdat op zondag 25 juni 2017 de atleet Miguel van Assen tijdens de 50ste Zuid-Amerikaanse kampioenschappen op het onderdeel hingstapspringen in Paraguay de gouden medaille heeft behaald en daarmee Zuid-Amerikaans kampioen is geworden. Ik wil deze sporter van harte feliciteren en Suriname ook met dat resultaat. En verwacht dat we dat ook duidelijk maken aan de sporters van ons die goede prestaties neerzetten. Ook hebben we andere delegaties, sportdelegaties in het buitenland die goede prestaties hebben neergezet. En dan praten we over mannen- en vrouwenvolleybalselecties, behaalde eindzegen in het Interland volleybaltoernooi. En het toernooi is natuurlijk een voorbereiding op kwalificatiewedstrijden van juli, maar voorlopig hebben ze het goed gedaan. En verder ook felicitaties aan Stephanie Chonasang, eerste in de Women Tall Class tijdens Sports World Class Bodybuilding and Fitness Competition in Trinidad. En de Surinaamse bodybuilding Anthony Niekreu, die tweede werd in de Light Heavyweight klasse. Maar ik denk toch, voorzitter, dat wij de naam Miguel van Assen moeten noemen in die hele rij. Gelet op de topprestaties die, als ik me niet vergis, gedurende 2 jaren al worden neergezet. En vanuit deze plaats vragen we ook aan de regering. Ik zou in mijn spreekbeurt uitgebreid hierover praten. Maar laten we dan gelijk vragen aan de regering op welke wijze eigenlijk vanaf nu volle ondersteuning gegeven kan worden aan deze sporter. Want hij heeft zelf gezegd, hij gaat nu voor goud op de wereldkampioenschappen, voorzitter. Dat wij een pad uitstippelen naar dat moment en concreet nagaan, wat heeft hij precies nodig, voorzitter, vol ondersteunen om inderdaad te briljeren, voorzitter, op dat groot moment dat voor ons ligt, voorzitter. Alus André Misikaba, NDP-parlementariër. VAP-parlementariër Chandrika Prasad Santokhi stelde de financiële problemen die sporters en sportorganisaties ondervinden aan de orde. Net zoals de fractieleider aan de overkant gesteld, in het bijzonder de sporter Miguel van Assen, omdat wij ook weten onder welke omstandigheden hij dit resultaat kan boeken, voorzitter. Maar tegelijkertijd vraag ik, voorzitter, aandacht van de regering dat er zoveel andere sportorganisaties en andere sporters ook uitnodiging krijgen op regionaal en wereldniveau, maar om redenen van financiële beperkingen de activiteiten, de competities, de wedstrijden niet kunnen bijwonen. Dus ik vraag aandacht van de regering dat waar ieder die talent heeft, die hoge prestatie en goede prestatie kan boeken, de ruimte krijgt om zich te excelleren. En we feliciteren inderdaad ook de Surinaamse samenleving met dit resultaat, voorzitter. Alus Chandrika Prasad Santokhi. Dinsdag in het parlement. De DNA heeft maandag aandacht besteed aan de prestaties die topsporters in binnen- en buitenland leveren.